Like this, I like this. With one clap, one clap, one clap, one clap, one clap. Wat heb je tegen corona te zeggen, broer? Weet ik veel. Geen vleermuizen eten, man. Jij moet knippen bij mij. Ja toch, dames en heren, we zijn in Amsterdam. We gaan vandaag een straat invouwen met kleine Johnny. Ja toch, de vraag vandaag is hoe duur is je outfit en hoeveel heb je op je rekening? We gaan zien wat de mensen gaan antwoorden, man. Ja toch, we staan hier met? Met Darius, man. Ja toch, Darius. De vraag van vandaag is, hoe lang is je kapper overleden? Ja, al een tijdje, man. Dat kan je zien. Ja, man, ik zie het. Eigenlijk is dat de vraag niet, maar ik was gewoon benieuwd, man. Nee, man, maar die mogen niet werken nu, hè, dus... Ja, maar jij gaat dus niet door corona of ben je standaard wel gewoon een beetje vroes? Ja, standaard ben ik wel gewoon een beetje vroes, man. Maar nu komt het wel echt gewoon omdat die kapper niet... Ja toch? Ja toch, ja. Goeiedag, ik ben hier met... Gental, en ik ben niet met? Daan, man. Daan, oké, boys, ik heb een makkelijke vraag voor jullie. Vandaag doen we het anders. Vandaag ga ik jou vragen, hoe duur is jouw outfit? Valt mee, man. Gewoon een relaxed outfit vandaag, man. Oké, leg ons eens een beetje uit. Pata gewoon, je weet toch, barkie 60. Wacht, waar is mijn rekensom? Wacht. Barkie 60, wauw. Wacht. Barkie 60, zo goedkoop. Waar heb je hem gekocht? Gewoon resale, man. Retail gewoon, retail. Oké. 160, ga maar verder. Aight. Trina 90. Trina 90, wauw. Jacka 4 Donnies. Jacka 4 Donnies. En die Baga 150 volgens mij. 150? Ja. Baga Goyard. Dat is 440. Heb je ja, nog chain of zo, heb je iets? Ja, maar heb ik gekregen. Ik weet niet hoeveel die was, man. Chain, 2 barkies. ik ga je gunnen, ja? Ja. Oké. We komen op een 640 of zo. Waarschijnlijk klopt dit niet. Mijn rekenmachine crasht even. Maar maakt niet uit. Dat is een hele dure outfit. Wat voor werk doe je? Ik doe gewoon Batavia stad, man. Winkel. Kleding. Hoeveel te verdienen per uur dat je zo'n dure outfit kan dragen op een normale dag? Want je zegt chill. Dus met andere woorden, je hebt designer. Nee man, ik heb geen designer, man. Ik doe rustig aan. Oh, hoeveel is die muts? Muts? Donnietje of zo. 2 donnies. Ah, onderbroek is ook donnie? Of heb jij een duur? Oké. Hey, je hebt een mooie pata. Laat die pata even zien. Dit is mijn duurste patta, man. Hoeveel heb je betaald? Bro, is 1400, man. 14 barkies! Wat voor werk doe jij? Ik wil jou zijn. I'm really trying to get like you, bro. Bro, I'm trying to get like you. Hoe duur is jouw outfit? Wacht, laat maar die rekenmachine pakken, want ik zie het. Het is gewoon chill, man. Oké, patta. Levenachtige dag, 4 barkie. 4 barkie voor een patta? Ja, man. Wacht, kom toch bij, red weg en zo, bro. Rustig. 4 barkie, ga verder. Oh, brakkas gewoon... Trankie 60. 60 voor een Nike trainingsbroek, wauw, jij pap. Broer, is gewoon geld, geld is geld. En wat heb je daarop? Heb je voor de rest geen shirt of zo? Oh jawel man, is gewoon een trankie Dragon Ball shirt van... Zelf getekend? Nee man, is gewoon van Bershka. Oh, is, 2 dollar. 30 euro. Hij liegt man, het is gewoon 2 dollar. Nee, is 30, is 30. Oké, dat is 490. Jacko. Wow. Wacht. 4, 60, 30. Ja, 490. Jacka, 2 barkie. Wacht. 490 plus 200, oké. 690. Ja, man. Nou, plus die patta zo. Broer, dat is 290, man. Als jij hem niet gaat robben, dan weet ik het ook niet. Okay. Ja, toch, met wie staan we hier? Benito. Ja, toch, Benito. Hoe duur is je outfit, broer? Ik weet niet, man. 60 euro. Nee bro, je moet gewoon één van één zeggen. Hoe duur is je jas? 100 euro of zo, ik denk niet, ik weet niet man. Bro, als je die lolly uitdoet, is makkelijker praten man. Is dat barkie of zo, denk ik. Barkie, ja toch. Je hebt trui aan, zie ik. Hoe duur is die? Ja, dit was 15 euro. 15 euro, ja toch. Broek? 8 euro man. 8 euro. En de schoenen? Waren barkie. Barkie. En die tas dan? Was ook een barkie man. Ja toch. Maar ik moet zeggen broer, ik had wel duurder verwacht, want het lijkt op die Franse models, snap wat ik bedoel? Ik dacht deze man komt met gekke bedragen hier zo. Nee man. Sterk. Maar je bent niet zo'n uitgever voor kleding volgens mij. Nee man, hoeft niet man. Nee. Maar je weet toch, dat is niet belangrijk broer, wat voor werk doe je? Ik ben bezorger man. Bezorgen? Ja toch, waar bezorg je dan? New York Pizza. Sterk. En wat verdien je? Kan je dat delen met ons? Nee man, ik... Vlaamse man, zeg ze broer, zeg, wij willen geen 6 euro per uur, wij willen 60 euro per uur. zeg wat ze betalen, broer. Als we nu zwart maken broer, ze gaan minimaal 2 euro omhoog doen die dingen. 6 euro ongeveer man. Ja toch, maar je wilt 8 euro toch? Ik zeg je eerlijk, ik heb geen... Schreeuw in die mic broer, zeg ik wil 8 euro per uur. Nee man, 6 euro is genoeg man. Ik heb geen rare dingen of zo die ik moet buyen. Hè. Dus, ja, toch? Dat is genoeg, man. Hoeveel heb je op je rekening? Nee, G, vraag me zulke dingen niet. Hoeveel heb je op je rekening? 3. 3 doezoe of ton? Bar. Barkie? Ja, toch lekker, man. Sterk. Ja. Zijn jullie ready? Ja. Ben jij ready? Ja, zeker. Ben jij ready? Ja. Ik ben niet ready, maar ik ga jullie toch een vraag stellen. Oké, wacht. Laten we eerst mijn telefoon pakken. Vandaag ga ik jullie vragen, hoe duur is jullie outfit? Nou, dat weet ik niet. Oké, hoeveel denk je? Ik denk niet zo duur. Oké, hoeveel denk jij? Ook met schoenen erbij? Schoenen, handtas, alles. Zo, jij doet sowieso geen VWO. Ik doe HAVO. Kut HAVO, ik word er helemaal moe van. HAVO? Lange denktijd. Ik denk... Ongeveer. 250 euro. Ongeveer 250. Ja, oké. Ik denk ook zoiets. Jij ook? Oké, wie denk jij die het meest heeft? Zij. Zij? Oké, hoeveel denk jij? Ik denk 350 euro of zo. Oké, nu gaan we naar de rekenmachine. Ik ben niet zo goed met de rekenmachine werken. Dus je weet toch? Oké, hoeveel is je schoen? 130. 130 voor een... Oh, wacht. 130 voor een schoen, oké. Mijn jas is 60 volgens mij. 60 euro voor een jas. Je trainingspak? 40 in totaal. 40 euro, is een mooi trainingspak. Wat heb je nog meer? Ja, jouw tasje van V, Louis V. Is 60. 60. Dat is niet van Louis V. Weet ik. We komen op een... Valentino! Wauw. We komen op een mooie berekening van 290. Wat vind je daarvan? Mooi. Ja? Mooie prijs. Werk je? Nee. Dus je geld komt vallen uit de lucht? Van mijn ouders, maar ik ben wel een baan aan het zoeken. Ah, verwend kindje. 290 voor een niet werkende baan. Goed. Ja. Oké, we gaan naar jou. Ja. Mijn jas is ook 60, dezelfde jas als haar. Oh, matchie. Ja. En dit shirt is 20. 20 euro? Ja. Mijn broek is 50. 50 voor een broek? En mijn schoenen zijn ook 130. Ook 130. 260 euro? Nou, prima. Oh, en je ketting? Bij elkaar echt heel 5 euro of zo, denk ik. 5 euro? Ja. 500 euro, oké, dat is 260 euro. Ben je tevreden? Ja. Jouw tasje is ook 60 euro? Nee, mijn tasje is niet zo duur. Niet van Valentino? Nee. Ah, oké. Dat is 260, ben je tevreden? Ja, ik vind het prima. Oké, goed. Werk jij wel? Ja. Waar werk jij? Nou, mijn contract is gestopt. Ik ben ervan ontslagen. Dus je bent werkloos? Nou, ik moet nog een maand doorwerken, maar ja. Ben je ontslagen? Ja. Waar werk je? Kruidvat. Kruidvat, als jullie dit zien, welke Kruidvat? In Oost. Kruidvat in Oost, neem er even weer aan. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Anders, ja, dan jammer. Oké, we gaan naar jouw outfit. Deze broek was 25 euro. 25 euro voor een broek. Oh, wow, 25. Oké. De schoenen van 130 of zo, ja. 130 euro voor een broek. Oh, schoenen. Ja. De jas 260. 260 voor een jas, wauw. Wacht even, wat ik aan heb. Een hoodie. Ja, die was... 15 volgens mij. 15 voor een hoodie. En ik heb ook nog een hemdje aan, die was 10. 10 voor een hemdje. En moet je ook sieraden zo, of dat niet? Doe ze allemaal in één. Alles erbij, oké, ongeveer 70 euro of zo. 70 euro, wauw. En die tas? Deze tas was voor mij 17 euro, ja. 17? 17? Ja, 17. 17. Hoeveel denk je? 450 of zo? 527 euro, wauw. Jij werkt sowieso bij ING. Nee, ik werk bij de Nettorama in Bussum. Nettorama. Ja toch, met wie staan we hier, broer? Met Dave, man. Davey? Nee, dat gaat niet. Sorry. Afroeren, je weet toch, ik kreeg gelijk. Nee, sorry, wel. Olofsson? Ja toch, sterk, man. Broer, de vraag vandaag is, hoe duur is je outfit, man? Dat weet ik weet echt niet wat de prijs is en mijn outfit. Ik weet echt niet wat de prijs is en mijn outfit. Wat? Ja, maar als ik zo één voor één vraag, zeg maar, hoe duur is je jas? Dat weet ik echt niet meer, maar ik zou zeggen 90 of zo. 90, 100. Ja, toch, je broek? Mijn broek is denk ik 40 euro. 40, ja toch. Schoenen? Schoenen die waren 65 euro. Man. Ja toch, rugtas, broer? Ik zou zeggen 40 met zijn hele oude tas, man. Ja, man, ziek, man. Ja, man, maakt niet uit, bro, je weet toch? Het is alleen werken, ja. Ja, toch, sowieso, man. Dat was toch een beetje? Ja, dat is zo, man. Ja, toch, sterk, kan ik helpen nog iets anders? Of? Ja, man, hoe duur is je dinges? Hoeveel heb je op je rekening staan? Is de volgende vraag, man. Ik heb alle. You do what you want. Kom op Davy, kom op Davy. Nee, die kan ik echt niet antwoorden voor je, man. Okay. Ah, kijk, heb je meer dan 5 barkje op je rekening? Nee, man, ik heb alles uitgegeven, man. Dus, maar jij hebt toch geen contant ernaast nog? Nee, ook niet, man. Jammer, man. Je moet werken, man, Niffo. Kom op, man. Zeker, mijn baan kwijtgeraakt, man. Ja. Dus, ja. Nee, joh. Door corona? Ja. Wat heb je tegen corona te zeggen, broer? Weet ik veel. Geen vleermuizen eten, man. Goeiedag, ik ben hier met? Lionel. Oké. Nou, vandaag ga ik jou een vraag stellen. Hoe duur is jouw outfit? Hoeveel denk je? Is vandaag rustig, man. Is rustig? Ja, man. Je hebt Balenciaga thuis? Aan Balenciaga klakla? Ja, kan wel, man. Oké, hoeveel denk je ongeveer? Ik denk 3 barkie, man. Ik denk ook 3 barkie. Nee, ik denk 3,50 zo. Ja, maar zoiets, man. Ja, oké, we gaan berekenen. Hoeveel is die pata? Barkie, man. Barkie, hoeveel is die broek? 40. Wat is 100 plus 40? 140. Oké, wat is die jas? 200. Oké, plus 200, wat is dat? Nee, welke jas is dit? Replay, man. Replay dat even opnieuw alsjeblieft, man. Very funny, oké, 140 plus 200, dat is? Jij hebt sowieso geen school. Ik ga niet meer naar school. Ja toch, mevrouw, met u staan we hier? Wat is uw naam? Tanja. Tanja, ja toch, Tanja. De vraag vandaag is, hoe duur is uw outfit? Oh, help. Broek 30. Ja. Schoenen, ook zoiets, denk. Ja. 6 euro dus. Trui gekregen voor Sinterklaas van mijn dochter. Ja. Die jas die was waterdicht in de uitverkopen keer 60, gok ik. Best prijzig toch voor een jas? Ja, maar ik fiets veel, dus hij moet water en wind dicht. Oh, je fiets veel, ja toch? Ja, dus dan wil je niet nat worden op de fiets. Klopt, ja. Je hebt gelijk, ja. En dan komen we bij elkaar uit op ongeveer 180 euro, denk ik toch? Nou, ik denk dat het een beetje hoog geschat is, maar... Ja, iets eronder misschien, maar dat is helemaal niet belangrijk, hè? Nee, vind ik niet belangrijk. En de vraag eigenlijk van vandaag is, we doen eerst de outfit opmeten en daarna vragen hoeveel heb je op je rekening. Om te kijken of mensen meer op de rekening hebben of als kleren. Ze vraagt hoeveel heb je op je rekening? Ja, nou moet ik dat nou echt zeggen? Nee, dat ga ik niet zeggen. Ja, ongeveer bijvoorbeeld, heeft u meer dan 1.000 euro op de rekening? Ja, dat nog wel. Ja. En 10.000 euro? Ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen, dus als ik mijn baan kwijtraak moet ik toch een beetje een voorraadje hebben, toch? Oh, dus u heeft een best ruime voorraad eigenlijk? Nou, ik ben tegen de 50. Ja, dus pensioen is al opgebouwd, hè? Nog niet? Nee, dat nog niet. Ik heb 3 kinderen die studeren. Ja. En heeft u een auto voor de deur? Nee. Nee? Helaas, ja toch. Mensen, zoals jullie zien, 1,5 meter netjes. Waarom helaas? Ja, ik vind het heel... Ja? Ja, tuurlijk. Echt niet hoor. Nee, waarom niet? Ja, ik ben nu al moe met een paar meter lopen. Ja, maar dat is wennen, toch? En je hebt hier ook, in Amsterdam heb je tram en metro, toch? Ja, ik kom uit Arnhem. Oké, nou, maar ja, dan zit je toch ook overal dichtbij? Dan hoef je toch ook niet per se een auto te hebben? Ja, ik moet bijvoorbeeld voor een straatinterview van Arnhem naar Amsterdam. Trein? Ja, toch. Ja, toch? Nee, niet zo'n zwak excuus. Nee, ja, klopt. Het enige dat ik een auto mis is met vakantie. Dat lijkt me wel leuk. Ja, toch? I like this. With one clap. Oké, you do 10 push-ups more is my outfits more worth than yours, okay? No, bro, no. Fuck why not? I got Nike. I know, but Louis bag. Ja, Niffel. Ja. I know, man, I know. Ja, Niffel. Ja. We gonna do it? No. Oké. Oké? Wait, no. You do 10 push-ups. If I lose, I do. No, I just want to see you do like 10 push-ups. I can't do it, bro. Oké, how much is your jacket? Like 200. 200? Yeah. How much is your broek? I don't know, like... jeans. Yeah, what is this, like 250 or something? Oh, mashallah, Stone Island. Put the jack off. No, bro, it's cold as fuck. Put it off. How much the shoes? Like 90. 90, yes, yes. Great work. Is this Stone Island too, your hoodie? No. How much your hoodie? My hoodie? Yes. I don't know. Okay. It's around the 400 your outfit. I guess so, yeah. Yes. But how much do you have on your bank? My bank? Yes. Ik maak doekoe, man. Ik ben op doekoe, podcast. Hij praat geen Nederlands, alleen doekoe-taal, Niffel. Ik praat gewoon doekoe, man. Ja toch, jullie zien het, man. Schenkel pip, man. Ja toch, ja. Hoeveel heb je op je rekening? Sorry? How much is your bank? It's fine, man. No need to know. No need to know. It's above the $500? Yeah, man. Yeah. Yes. No. Above the 1,000? Yeah, man. Above the 1,000. Above 10,000? Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. No bullshit, bro. Ja, toch met die samen hier? Met Quinty. Quinty, ja toch jij? Rafael. Rafael en jij? Nathan. Nathan, ja toch. Quinty, was je ijsje lekker? Ja, man. Lekker, man, ja toch. Ja toch. Boy, de vraag vandaag is, hoe duur is je outfit, man? Brada, ik weet niet, man. Ik besteer deze dagen. Ja toch, normaal ben je rijk toch? Ja, man. Lekker, man. Wat voor werk doe je dan? Niks. Hoe word je rijk dan? Mama. Mama. Oh, mama rijk. Ja toch, ja toch, ja toch. Ah, hoe duur is je jas? Ik weet niet, man. Ik heb van hem gekregen. Hoe duur is je jas? €40. €50? Ja. Ja toch, hoe duur is je broek? Ik weet niet, man. C40. C40. Is dat man? Broer, ik koop die Puma kill, what the fuck? Kill, broer, hij is €40 broek, man. Even serieus, man, toch? Ja. Hoeveel kost die Xi schoen dan? Volgens mij 60. 60, ja toch, dikke Xi schoenen, man. Ja toch, heb je shirt? Ja, gewoon koffie. Nee. Ja toch, koffie. Hoe duur is het dan? Volgens mij ook 40. Xi 40 of gewoon 40? Ja, gewoon 40. Oh, gewoon 40, ja toch, sterk, man. Ongeveer dat is €150, toch? Ja, lekker, man. Hoeveel heb je bij je nu? Niks. Ik heb iPhone, maar verder niks. Welke iPhone? X. Geef eens. Ja toch, misschien krijg je na de weer terug. Hoe is je outfit? Niet zo duur, niet zo duur. Nee. Duurder dan van hem? Zo oogt het wel? Nee, nee. Niet? Zo. Niet? Hoe duur is je jas? 40 zo. Die andere vest? 50. Is je 50 of gewoon 50? Gewoon 50. Ja toch, broek? 14 niet meer. Ja toch, en die schoenen dan? Ja, die zijn helemaal kapot. Volgens mij €75 niet meer. Jij hebt gewonnen, hè, Niffel? Ja, maar wacht, maar ik heb nog ketting. En die is €100. Oei, je bent aan, hè? Ja, tuurlijk. Ja, heb je geld bij je? Nee, niks. Heb je iPhone bij je? Ja, wel. Geef dan. Nee! Nou, vertel eens, hey, drink eens. Hallo, hey. Kijk eens even in de camera, jongen. Dat kan toch niet? Nou, hoe duur is je outfit, jongen? Dus jas misschien 60? Cap. Maar wat kom je met je cap? Wat kijk je broek? Aina, kijk je broek. Aina, broer. Oei, je. Aina broer. Maar kijk ja. Doe je pet op, krentenbol, doe je pet op. Aina, krentenbol nippel. Maar deze jas heeft daar niet eens zo verteld, hij heeft gewoon van mij gekregen. Aina, hij zegt, jij hebt jas van mij. Nee, deze man, hij denkt hij woest, maar doe je pet op, maar doe je pet op. Met haar naar. Doe je pet af, broer? Doe je pet even af, man. Voor de interview, broer. Laat hem zien, ga dichterbij staan dan. Laat hem zien. Jij moet knippen bij mij. Je bent tata, je zegt amang? Nee. Je bent tata, je zegt she? Ik raak dat ze tata. Nee, kill. Maar hij is gewoon tata. Hij is gewoon tata. Aina, Aina. Hij voelt Surinaam zodat zijn vader ook Surinaam is. Ja toch, maar hoe duur is je outfit nu, broer? Ik weet niet, maar ben je dan Surinaams als je half Surinaams bent? Ben je dan Surinaams of niet? Jongens, beantwoord deze vraag in de comments, want ik heb like en comments nodig. Je weet toch, ja toch. Deze broek is misschien 20, zoiets. Ja toch, schoen? Hij geen lach toen je 20 zei, hè? 55 misschien is goed. Aina, Primark. Aina, hij zegt Primark. Hey. Deze niet zo duur, deze is misschien... Boeit er niet meer, man. 10. Hoeveel heb je in die tas? Ik heb net gespend. €15. Je hebt net gewoon gespend, Niffel. €15. Eng. Mannen trekken passen hier. Ja toch. Hoeveel heb je op je rekening? Nu, momenteel, kijk, dit is niet mijn rekening. Op mijn eigen rekening, niet veel. Jammer, man, jammer, man. Meer dan Donnie? Dat wel. Fijne dag. Ga de telefoon terug. Sikter, hij heeft nog in zijn hoofd. Ik ben hier met... Lisanna. 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 Wie? Lisanne. Lisanne. Ja. Met dubbel E? Nee, 1 E. Lisanne. Jai. Oké, hoe moet ik je noemen? Lisanne. Lisanne. Ja. Oké. Hoe heet ik? John. Oké, laten we beginnen met het interview. Vandaag ga ik jou wat vragen stellen en de eerste vraag is, hoe duur is jouw outfit? Deze Canada Goose was... Is die Canada echt? Tuurlijk. Ja? Tip de Bruin. Tip de Bruin? Ja. Heb je bon? Nee. Why you always lying? Niet mee, maar ik heb de bon wel. Deze was... 950. 950? Heb je geen kindermaat? Nee. Luister dan, je mag die ding zien, alles. Oké. Waar werk je? Ik weet niet, deze Alexander McQueen waren 420. Alexander McQueen is 420, is al 300? Nee, 420. Okay. Achter de schermen, hij vraagt hoeveel wimpers? Wimpers waren maar 12,50 of zo. Okay. Deze was €40, gewoon van de... Wat zie je? Yes. Gewoon ergens, ik weet niet. Penti, €5. Oké, okay. En hoeveel is dat bij elkaar? €1300 of zo? Ja toch, want 800 plus die Pata 400, dat is al sowieso geen... Oh, dat is 1200. Oké, maakt niet uit. Dus je hebt geen werk? Nee. Hoe kom jij aan je geld? You got a sugar daddy? Nee, ik heb dat niet hoor. Hoe maak je geld? Gewoon. You got a sugar daddy. Ja, John is mijn sugar daddy. Why are you running? Why are you running? Hey, video wordt gelaten man. Hey, dankjewel. Ja toch dames en heren, dit was de video samen met Klein John. Ik denk dat we vaker deze video's moeten knallen met John samen. Abonneer dan op zijn kanaal, like deze video en drop een comment man. Hey, vergeet niet te abonneren, want anders gaan we je pak slaag geven, Kleine John.